Lieve mensen, dames en heren. Het is zover. Eindelijk is het zover. Ik kreeg gisteren een appie van niemand minder dan OC Toetoe. Met daarin dit bericht. Got my PlayStation flying to Germany today. Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelde. Een vliegende PlayStation. Ik had dat de PlayStation 6 nog even op zich liet wachten. Maar blijkbaar is hij er dus al. En Jordi OC Toetoe heeft hem. Jawel, jawel, jawel. Ik ga eindelijk tegen OC Toetoe spelen. Ik kan niet wachten. Ik kan oprecht niet wachten. Dit wordt echt mega ultra huts. Ik denk echt dat dit mega ultra huts wordt. Denk je ook dat dit mega ultra huts gaat worden? Doe zeker een duimpje op deze video en abonneer op mijn kanaal. We gaan richting de 300k. We moeten nog 8000. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. Hij zei ons erachteraan, be ready met zo'n box. Win! We hebben er super lang op gewacht, maar eindelijk, FIFA 20 is hier. En ik ga tegen hem spelen. Eén nadeel, ik had een heel team gebouwd. Leuk, met ons OC2 in mijn team. Op FUT. Wil hij normaal spelen? Normaal? Wie speelt er nou normaal? Hij heeft wel een goed plaatje trouwens. Ik ben nu bevriend met OC2 op PlayStation. Mijn leven is compleet. Invite me when you're ready. I was born ready. Ik heb dus geen idee hoe goed hij is, want ik heb dus nog nooit helemaal gespeeld. Daar komt hij dan, maar aangezien ik dus niet weet hoe goed hij is, ga ik gewoon spelen met een Bogum, met OC2 in de spits. Stel je voor, ik pak hem met hem zelf in de spits, dat zou echt leuk zijn. Ik hoop dus echt heel erg dat ik score met hem, tegen hem. Daar komt hij, jawel. Kom op dan, winnen. Oh, gaat hij met Arsenal? Ik ga met Bogum, geen enkel probleem, kom maar. Oh, zit hij? Zit hij tegen Bogum? Ik ga er echt aan. Hij speelt ook bij Arsenal. Gaat hij spelen met City? Wat is dit nou? Ja, dit hoef ik allemaal niet. Let's go. Ik ga nog even een berichtje sturen. Good luck. Ik heb het hem gestuurd. Zorg ervoor dat je geen goals tegen van mijn super striker. Oftewel, OC Toetoe. Hij is aan het praten. Ja, ik kan niet praten. Ik heb geen dingen met PlayStation. Hé, kan ik hem horen? Oh mijn god, hij is gewoon aan het rappen, hoor je dat? De wedstrijd seizoen. Wow, hij klinkt echt een Sjoerd de Vos. De eerste wedstrijd seizoen tussen deze twee grote rivalen. Ha, twee grote rivalen. Wat zeg jij, Sjoerd? Bogum tegen City. Let's go. Oh, lag. Nee, we hebben lag. Hij zei, Sjoerd lachpopjes terug. Toen ik zei, sorry dat ik concede voor mijn super striker. Want ik heb hem natuurlijk in de spit. Oh, daar gaan we al. Ik ben zo goed in dit spel, hè. Hoppakee, hoppakee. En dan zien we wie ervoor staat. Boom, nee. Oh, joh, oh, kom dan. Nee. Hij kan er geen reet van, volgens mij. Oh, ik ga stuk. Ja, maar zijn spelers zijn wel echt snel, hè. Als je er eenmaal doorheen is, ben ik wel de Sjaak. Zeg maar nu. Ik ben nu ben ik gewoon een lul. Ik ben nu gewoon, ja, ik ben klaar. Wat gaat hij doen? Nee, nee. Ja, lekker. Huts. Oh, 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 wat ben ik aan het doen? Nee, nee. Het scheelt echt niks. Ik sta zwaar onder druk, maar maakt me niet uit. Want één counter bij mij, het is een goal, hè. Dat weet je, want dan gaat Jordietje alleen de keeper af en is het gewoon klaar. Nee, oh. Ja. Ik ben inderdaad het belangrijkste potje van mijn leven aan het spelen. Ik heb een sapje voor jou gekocht waarvan het merk is doorgebracht. Dit keer wel maar 1 euro kost. Dankjewel. Oh, hij speelt ook met City, hè? Oh, hij is al weg. Ik moet zeggen dat City wel een stukje beter is dan Bogum, maar op zich. Maar... Nee, hij loopt wel verkeerd. Weg. Kom, dit is mijn moment. Dit is mijn moment. Tik door. Oh, hij probeert zichzelf neer te halen. Hij probeert zichzelf op te blesseren. Wat een gek. Nee, niet op hem. Nee. Oh, nee. Keeper. Keeper, keeper, keeper. Ja. Nee, wat doe ik? Ja, maar het is slecht, maar ik heb oprecht wel het gevoel dat ik wel gewoon kan winnen. Hij gaat gewoon het bos in door. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, dit is smullen. Boom. Wat lekker. Schiet. Nee, scheids. Scheidsie, hé. Schiet. OC. Nee, OC, hoe doe je het? Zo ver naast. Lekker keep, lekker keep. Wereldkeeper. Winnen, ja, lekker. Hup, daar gaan we. Boom! Nee, Jordi, waarom? Waarom? Oh mijn god. Ik speel hem gewoon weg met Bogum. Oh mijn god. Boom! Oh, de landing meen je niet. Wat een schot. Oh mijn god. Oh, hij heeft 5 schoten. Oh, steeds naartoe en geen goal. Hoe kan dit nou? Dit meen je niet. Oh nee. Nee. Zou je zien, hij gaat zijn bal erin. Nee, nee, want ik ben echt een top op en top verdediger. Boom! Nee, hij is zo slug. Ah! Dit is hangen. Nee, weer een corner. Hij doet gewoon niet door. Dat is iedere keer hetzelfde. Iedere keer praat ik gewoon naar OC'tje. Oh, naast. Ik heb er zit al 8 schoten met OC of zo. Ik heb gezegd, work on your finishing, man. Wat dat terecht is, want hij schiet niks erin, die OC. Weg, weg, weg. Goed, win, win, win. Lekker. Waarom is oprecht al of hij serieus speelde dat hij gewoon echt niet met City kan winnen van Bogum. Terwijl ik ook nog eens... Nee! Hij komt tegen zijn eigen speler aan, die vent. Wat lekker. Dat ik ook nog eens met een 59 rechtsback op de spits, in de spits speel. Wat op zich wel een topper is, hoor. Daar niet van. Maar op zich, 8 schoten mag er wel eentje van in, hè. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen, hè? Nee, die Sané zit ook weer helemaal vrij. Die is ook wel iets sneller, hè, dan Janel. Nee, dat is een goal. Hij scoort. Hij scoort met Sterling. Ongelooflijk.
Wel goed doelpunt. Dan zie je toch duidelijk dat de snelheid van Janel tekort komt. Zo, scheidsie! Ja, ja, dan weten we wie achter die bal gaat staan. Dat weten we. Namelijk, Jordietje. Ja, met zijn fantastische vrije trappenstijl. Jij ziet het hier. Ik heb geen idee wat dit wordt. Nee, in de muur. Links, 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 links! Kom op, Bloem! OC! Ja! Ik scoor met OC! Het is niet normaal! Het is... Oh nee! Nee! Ik zweer zo OC toe! Per ongeluk! Echt, het is per ongeluk! Ik zweer het je! Oh mijn god! Nee, dit meen je niet! Met z'n links! Met z'n links! Ah, wat de heck! Oh mijn god! Oh mijn god! OC, doe als je dit kijkt, het spijt me! Nee, 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 nee! 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 Hoe kan dat nou? Verdediging. Hoe zit hij zo vrij? Ah. Ongelooflijk. Dit kan toch niet zomaar? Wat een trisootje. Helemaal vrij. OC'tje gaan. OC'tje gaan. Start die brommer. Start die brommer. Oh. Ah, kijk, hij weet niet waar hij het zoeken moet. Schrijf, hé. Waarom trapt hij dit zichzelf neer? Wat is dit voor onzin? Hij heeft zichzelf neer te trappen. Nee. Nee. Oh, lekker. Kom, counteren. Rechts. Rechts. Die bal is zo slecht. Nee, niet. Schiet. Oh, ik ben er ook twee keer gekomen in OC. Ultra aanvallend, mensen. Geen gezeik. We gaan ervoor. Alles of niets. Uh-oh. Waarschijnlijk niet. Oh. Hij fluit niet. Nee, hij zit helemaal vrij. Keeper, pak hem. Ja. Nee. Lig. Bad timing. Nee. Oh, nee. Je had al geel. Ja, nu is het wel over met de pret, vrees ik. Lorenz. Einde verhaal van Lorenz. Ik heb nog maar 3 minuten spelen. En ik speel ultra attacking. En nu ook nog eens met 3 verdedigers. Schiet maar. Schiet maar. Jawel. 2-2. Tuurlijk. Kom maar, was een verlenging in. Er is er geen verlenging hier. Kunnen we verlengen? Ik hoop het wel. Maar waarschijnlijk kan het niet, hè. Verder met de reeks. Ja, I will know the pot. Oké. Oké. Mensen, de eerste pot is gelijk geworden. En nu gaan we gelijk door naar de volgende wedstrijd. Hij zei, dat was de eerste game. FIFA 20 ik heb gespeeld. Used to it now. Dus nu is hij er goed in of zo. Oké, let's go. Daar gaan we. Tijd voor OC solo. Oh. Oh. Oh, dan zo'n schot. Nee. Wat? Nee. No, 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 no. Hoe dan? Het is moeilijk om die na te schieten dan erin, hoor. Buitenspel, hè. Buitenspel. Het was geen buitenspel. Het was geen buitenspel. Oh, mijn god. Ik dacht ik stief gewoon. Stop buitenspel. Oh, zeetje. Oh. 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 Destruction. Oh. Oh, eigen spelen weer. Ik kan een zeetje niet tegenhouden. Oh, hij heeft me tegengehouden. Omhaal! Nee, wat doe je met zijn hoofd? Jongen, gek! Jongen, dan doe je toch een zieke scorpion kick of zo? Ik dacht, hier komt nog een scorpion kick aan, dacht ik. Maar nee. Oh mijn god, ben geen rood. Schijt, schijt, niet doen. Oké, okay, geel, dankjewel, dankjewel. Oh! Oh, OC! Boom! Nee! Ah, oh, wat een slappe kopbal. Zo, die gooit uit, jongen. Die Ederson slaat echt helemaal nergens op. Slide. Hier. We zien hier wat voor onzin. Geel, dat? Nee! Ah! Oh. Fuck, 1-0, Aguero. Oh, die vent is echt te goed. Hij blijft ook trappen in mijn dragback, is echt mooi. Gewoon elke keer trapt hij in mijn dragback. OC. Oh, daar gaat hij. Ja, en dan ben ik weg. En daarachter komt nu al Sané. Dus ik loop alvast naar mijn keeper toe. Ik wilde met mijn keeper lopen. Schiet hij hem gewoon binnen. Als hij eenmaal die zijkant er langs is, is het echt moeilijk om hem tegen te houden, moet ik zeggen. OC, ga maar jongen. Ga maar. Ga maar. Ga maar. Oh, dan heeft die laatste man weer, hè, die er ook weer goed bij zit. Ja, nee, hij heeft de meta begrepen, hoor. OC, we snappen dat je kan rennen en dan voor kan geven. Want daar staat Sané weer helemaal vrij. Waarom staat die Sterling weer zo vrij? Die vent is hartstikke gevaarlijk. Oh, de bruine. Oh, keepertje. Oké, okay, keepertje. Helemaal niks mis mee. Lekker keepertje. Jordi, doe het. Pauw! Hij zit op pauw! Oh, scheids, pingel! Pauw! Oh nee, daar gaat hij weer. Hé, waarom speel ik voor mijn gevoel met 6 man? Keeper. Nee, wat doe je? Zo goed, hij is eigen man aan. What the heck? Oké, okay, jongens, het is rust. We staan 2-0 achter. Niet al te best. Ik krijg dus wel kans hoor, mensen. Maar, oh mijn god, die gaat ook op zijn muil. Boom! Nee, oh. Oh mijn god. Dit mind doet toch niet. Tijd om ultra technisch te spelen, mensen. Alles of niets. Kom op, hé. En dan scoort hij nu, denk ik wel, hè. Ja, ik sta 3-0 achter. Hij met een rode kaart scoort hij zelfs nog. OC!
Oh, een kruising. Heerlijk. Kom, pak die bal. We hebben nog 3 minuten voor 2 goals. Dat wordt wel vrij lastig, hè? OC, schiet. Afstand. Oh, helaas, helaas. Hij is kapot. Hij heeft goed gestreden. Gewoon 2 keer gescoord in 2 wedstrijden. Helaas heb ik mijn 2e pot verloren. Het is klaar. Mensen, ik wil het eerste OC'tje bedanken voor het spelen van deze pot. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het is helaas niet gelukt om van te winnen. Maar we hebben wel gescoord. En OC heeft toegeschuurd. Dat was per ongeluk. Dat was echt oprecht per ongeluk. Dat was echt per ongeluk. Echt. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal niet beneden. Ik zie jullie bij de volgende video. Ik like video om nooit de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in de refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.